Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe energie-update. De energie-update van 27 mei tot en met 2 juni. De tijd vliegt ontzettend snel voorbij. We zitten gewoon al bijna in juni. En we gaan vandaag kijken wat er met die overgang van mei naar juni in het verschiet ligt voor ons. We pakken zoals gewoonlijk weer wat orakelkaarten en verder gaan we dan met de tarot de verklaringen leggen. Nou, de kaarten die shuffelen er al met gemak uit. We hebben als eerste de Knight. Be brave and honest. We hebben Winter. Take care of your needs. En we hebben de Eagle. See from a higher perspective. Dus even kijken of alles in beeld ligt. Oké, okay, er gaat dus wel wat gebeuren. Voor velen van jullie kan dat zijn dat er of afgelopen winter een start is gekomen in een bepaald energetisch proces. Of dat dat nog gaat komen in aankomende winterperiode. Nu zijn dit natuurlijk collectieve berichten en in het energetisch veld is geen tijdsbesef. Dus readingen kunnen ten alle tijde bij je aansluiten mocht je deze op een heel ander moment zien. Het zijn sowieso eye-openers en er zal altijd wel ergens een bepaalde boodschap in zitten, hoe klein deze ook zal zijn. En mocht dit keer niet het geval zijn, kijk dan gewoon bij een andere video of de volgende die er weer aan gaat komen. We pakken er nog wat andere kaarten bij. We krijgen Dreams erbij. Oh, nou dat zijn er te veel. Ik hoef geen hele stapel. Eentje nog alsjeblieft. Nou, dat zijn er ook te veel. Eén wil ik er nog. Deze mag uit. Oké. En travel. Nu zitten we natuurlijk best wel in de periode ook van vakantieperiodes wat er aan gaat komen. Hè? We hebben natuurlijk al die dagen achter de rug, Pinksteren en dat soort elementen allemaal. Misschien ben je bezig met je vakantie te plannen. Maar voel wel heel goed aan of jouw energiepeil hoog genoeg is om zo'n activiteit in te gaan zetten. Want ik voel namelijk dat voor sommigen je een beetje op je reserves aan het leven bent. Waardoor je dus best wel uitgeput kunt zijn of in ieder geval op die automatische stand bezig bent. Het is belangrijk om ook met oprechtheid en eerlijkheid naar jezelf te gaan kijken. Om echt intern te gaan kijken. Wat heb ik nodig? Trekt mijn lichaam dit? Trekt mijn geest dit? En kan ik dit dan ook creëren? Voor sommigen kan het zijn dat je een andere richting ingaat. Als we dan gaan kijken naar vakantiegelegenheden. Hè? Dat het anders gaat zijn. Omdat voor sommigen een financiële voordeel eraan zit te komen. Nu is het natuurlijk ook de tijd weer van de vakantiegeldperiodes voor degene die daar mee te maken hebben. Maar dit is niet alleen daarmee. Maar ik voel ook dat er misschien voor sommigen nog een voordeel zal kunnen zijn met belastingvoordeel. Of ik zie zo'n kraslot vormen, waardoor bepaalde dromen waargemaakt kunnen worden om een bepaalde grotere reis te kunnen gaan maken die je voorheen niet zou kunnen maken, omdat de financiële middelen daar niet voor zijn. Oké, nou ik leg deze even hierbij. Even kijken of dat hier nog een beeld is. Volgens mij zo wel. We gaan gewoon eens even met de tarot verder kijken. Dus het is wel een specifieke boodschap. Voor de mensen die op dit moment aan het kijken zijn. We krijgen de sterkaart. We krijgen daar dromen al. Vanuit een hoger perspectief bekijken. Emotionele. Oké. Het kan je even. Oké. Nou, ik krijg gelijk zo'n vibe van. Oké, wauw. Dit overkomt mij. Het oude kan ik nu achter me laten. En dan meer in de zin van.
niet iedereen zal die loterij winnen, maar je krijgt wel meer ruimte om bepaalde dromen en wensen echt te kunnen realiseren. En dit komt ook omdat jij meer naar je eigen innerlijke stem gaat luisteren, wat jij nodig hebt om iets stabiels neer te zetten. Nu kan het dus zijn dat er in de winterperiode al een energiestroom is geactiveerd, wat ik zojuist al zei. Of komende winterperiode, en dat dit nu dan ook het stukje reizen pas in de tegen de winterperiode aan zou kunnen worden gepland. Ik zie hier veel voorspoed, geluk en welvaart. Wel zal dit af en toe wat onrust in jou teweeg kunnen brengen, omdat dit een nieuwe soort energie is waar jij nog niet echt bekend mee bent. Maar dit is een hele andere wereld. En dit is een wereld waar jij merkt, waar jij eigenlijk altijd al van hebt gedroomd. Oké, wat mag ik daaraan toevoegen? Het is ook een soort beloning van het universum voor degene waar dit mee dient. Of mee aan, waarbij aansluit. Ik wil allerlei zinnen door elkaar zeggen, dus het komt er een beetje raar uit. Maar jullie snappen vast en zeker wel wat ik bedoel. Oh, we krijgen de lovers erbij. Waarom krijgen we de lovers? Vertel mij dat maar eens even. Er wil iemand een nieuwe stabiliteit opbouwen. Zit je in een relatie, kan het ook zijn dat er een nieuwe stabiliteit in je leven gaat komen. Of dat je nu de stabiliteit ervaart. Wat ik wel sterk voel is dat er best wel wat intensiteit is geweest vanaf de winterperiode. Waarbij je soms ook het gevoel had van, hoe kan ik mij nog staande houden als individu? In welke situatie, of je nou in een relatie zit of niet, of in je gezinssituatie, op je werk. Maar je gaat jouw nieuwe ik ontdekken. En die nieuwe ik zorgt er dus ook voor dat jij de liefde om jou heen anders gaat ervaren. Maar vooral de liefde in jouzelf. Voor sommigen kan het dus zijn dat er een nieuwe stap gezet gaat worden. Of dat er iemand naar je toe gaat komen als je dus nog niet in een relatie zit. Dus we gaan eens even snel kijken. Het is in ieder geval een persoon die best wel passievol is, maar wel die stabiliteit kan bieden die jij nodig hebt. Wel een snelle energie, terwijl de Ridder van Munten een tragere energie is. Het is, je hebt er lang op mogen wachten voordat dit nu ook in zicht kwam. Dus mocht het zijn dat je al in een relatie zit, kan het zijn dat jij veel energie samen erin hebt gestopt om een bepaalde stabiliteit neer te zetten. En nu gaat het in één keer in die shift vooruit. Neem hem toch even mee. Wow, hoppatee. Oeh. De aas van bekers en de koningin van bekers. Lijkt dus toch echt wel op een love reading. Waar het naartoe gaat neigen in het grotere aspect van het collectief. Nu kan het ook de liefde in jezelf zijn natuurlijk. Maar er gaat een nieuw stappenplan komen. Volgens het universum wat uitgestippeld is. Dit ga je in zicht krijgen. Dus je gaat het hogere perspectief inzetten om het totale plaatje te kunnen zien. Wat ik al zei, hè, sommigen zullen een financiële voorspoed kunnen gaan ontvangen, waardoor ze gaan reizen. En misschien ten tijde van dat stukje reizen, dat je iemand gaat ontmoeten waarmee jij heel veel connectie ondervindt, waarbij je een bepaalde passievolle energie ervaart, die een bepaalde emotionele connectie met jou aan zou willen gaan, maar wel echt oprecht en eerlijk is. Het is wel iemand voor een stabiele commitment. Nu kan het ook voelen voor jou dat als deze persoon in jouw leven komt, dat het te mooi lijkt om waar te zijn, waardoor je misschien even de deur dicht gaat gooien, terwijl als je diep van binnen gaat voelen, voel jij wel wat en welke stappen jij en keuzes jij mag gaan maken. Ben je als single aan het kijken? Ben jij op dit moment in een staat van zijn aan het komen waarbij jij het ware geluk in eerste instantie in jouzelf ervaart? Alvorens je dus pas deze liefde
zou kunnen toelaten in jouw leven. Ben jij zelf nog niet op dat punt, dan zal de emoties jou overspoelen en dan kan het zijn dat het een karmisch persoon is die nog even jouw pad weer gaat kruisen, totdat jij in deze staat van zijn gaat komen en het oude jasje echt af kunt schudden. En dan zul je ook merken dat jij eigenlijk open staat voor die overal liefde. Niet alleen voor andere mensen, maar ook voor de dieren, planten, alles om jou heen. Echt elk detail van het universele. En dat is waar het transformatieproces mee te maken heeft. Een eerlijk nieuw begin naast de Aas van Bekers geeft toch echt wel weer dat er een krachtige nieuwe doorstart kan gaan komen. Omdat jij best wel wat aan jezelf hebt kunnen werken de afgelopen periode, krijg je nu dus ook de ruimte om dit te kunnen gaan ontvangen. En zoals ik al zei, in het energetisch veld is geen tijdsbesef. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat dit nu nog niet in de komende periode in zicht gaat komen bij jou, maar dat het wel later nog terug gaat komen. En dat je dan zo'n aha momentje hebt naar deze reading toe van oké, inderdaad, nou zie ik pas dat bepaalde facetten nu pas in mijn leven kunnen gaan stromen, omdat ik bijvoorbeeld nog iets niet afgerond had of dat ik nog niet de moed had om verder te stappen. We krijgen de magier, we hebben de sterkaart, we hebben heel veel mooie kaarten op tafel liggen. Onderkant dek krijg ik de 6 van zwaarden. Dus voor sommigen kan het te maken hebben met die verre reis waar je het mee misschien toch uit gaat stippelen. Misschien is het een groepsreis. Misschien ontmoet je dus daar iemand die waar je heel veel verbinding mee voelt. Waarbij misschien een taalbarrière in eerste instantie nog wat lastig is. Voor sommigen hoeft het niet een taalbarrière te zijn, maar dan kan het cultuur zijn waarbij verschil is. Maar het is wel iemand die jij hebt gemanifesteerd. Ben jij in een relatie en is dit een zuivere, mooie, stabiele relatie, dan kan het ook zijn dat je dus samen met deze persoon op reis gaat en dat je dus bijvoorbeeld daar ten huwelijk gevraagd wordt of daar, als je dus graag een kindje zou willen, misschien raak je daar wel zwanger of wat dan ook. Ik voel namelijk dat er heel veel verbinding is. En die verbinding zal de komende tijd alleen maar verder ontwikkeld worden in het energetisch veld. En dit gebeurt in eerste instantie op persoonlijk vlak. En vervolgens gaat dit verder uitbloeien tot het connecten met iemand anders. Of als je al in verbinding staat, dat daar een nieuwe doorstroom in gaat komen. Nu is het zo, mocht jij in een relatie zitten die ongezond is, dan kan het ook zomaar zijn dat jij op een punt gaat komen dat jij voor jezelf gaat kiezen. En dan is het hier financiële gezondheid. Voelt voor mij meer de gezondheid voor jezelf. Omdat energetisch je anders toxisch wordt beladen door een ongezonde relatie. En daar ga je een bepaalde ontkoppeling in doen. Dan kun jij pas weer openstaan als je die pijnstuk hebt omarmd om voor ware liefde klaar te staan. Dus voor iedereen zal de stroming net wat anders verlopen. Maar we gaan eens even nog wat kaarten erbij pakken als extra tijdlijn. Oké, wat mogen we weten als hooghaalbare tijdlijn wat er mogelijk is als uitkomst van deze reading? We krijgen de Temperance kaart, we krijgen de 5 van staven en we krijgen de 7 van bekers. We pakken er nog even 2 kaarten bij. Oh. Okay. Wat er wel gaat gebeuren is dat jouw innerlijk conflict naar de oppervlakte gaat komen. En dat komt omdat als jij dus als single aan het kijken bent, kan het dus zijn dat jij al een hele tijd worstelt in deze nieuwe energiestroom. En dat het lastig misschien is om bepaalde balans te weten te behouden. Of dat je soms weer wat meer in je hoofd zit als dat je echt naar je hartgevoel luistert. En hier leer jij de weg in te vinden.
En dit zal soms met vallen en opstaan gebeuren. Dit zal ook momenten zijn waarbij jij getest gaat worden door het universum. Door iemand op jouw pad te sturen om te ervaren of dat dit wel een hele fijne connectie is, ja of nee. Of dat je in een fijne connectie op dit moment zit, ja of nee. Daar mag jij dus ook naar gaan kijken dat jij het hoogst haalbare waard bent om te mogen ontvangen. En als er ook maar iets in jouw systeem aanvoelt van oké, ik word hierin geblokkeerd om mijn ware groei neer te gaan zetten, dan mag jij communiceren met jouw innerlijke stem wat jij daarmee wil gaan doen. Of dat jij daarin vast blijft zitten, ja of nee. Ik zie hier wel duidelijk dat de lessen geleerd gaan worden. De triggers, de momenten die dus weer voor ogen komen qua lessen. Of situaties waarbij jij het gevoel hebt, oké, dit herken ik uit een eerdere tijdlijn. Maar ik trap hier niet meer in. Ik trek daarin mijn grens en ik blijf dicht bij mezelf. En dan kun je ook merken dat je gewoon oprecht en eerlijk naar jezelf bent. En dat je dus niet meegaat in een bepaalde stroming wat niet voor jou bestemd is. Maar de stroming die hier ligt is eigenlijk heel erg sterk en bijzonder. Omdat jij leert om te gaan met bepaalde intensiteit. Als jij die trigger krijgt of een les op je pad en je gaat het vanuit het hogere punt bekijken. Oké, niet die tunnelvisie, er komt iemand, er komt iemand op mijn pad, dit is liefde en ik voel het en dit en bla 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 bla. Nee, kijk het even vanaf een afstandje. Probeer je gevoel dan heel eventjes niet daar helemaal op gefocust te hebben, maar gewoon die overal energie even te ervaren. En ga dan kijken naar de situatie. Wat mag ik met deze verbinding? Wat voel ik erbij? Wat wil ik ermee? Kan ik hier iets mee? En wat ga ik ermee doen? Is het een energiestroom die mij weer vast gaat houden, waarmee ik weer meer struggles zal kunnen gaan ervaren? Nou, wil ik dat? Nee, dat wil ik niet. Oké, ik stap er dus uit. Dus ik laat het oude achter me. Dus dan kun je die ontkoppeling doen uit eerdere gebeurtenissen waar je je les uit kunt halen om vervolgens weer met deze nieuwe kennis ook echt daadwerkelijk op je pad verder te kunnen bewandelen. Nu zal het zo zijn dat als mensen aan het kijken zijn en je hebt een druk sociaal leven of een drukke gezinssituatie, dat bijvoorbeeld die grote droom over die verdere reis wat lastiger is om in te plannen. Maar je kunt het bijvoorbeeld wel gaan visualiseren. En voor mijn part maak je een soort draaiboek hoe jij deze reis vorm zou willen geven, wat je zou willen zien, wat je zou willen ervaren. En dan kun je dit ook gaan manifesteren vanuit dat hogere perspectief. En dan weet je ook dat dit ook naar jou toe kan komen als de ruimte gemaakt wordt door het universum in jouw leven. En dan zul je ook merken dat je daar zelf minder moeite voor hoeft te doen als waar je nu op dit moment misschien tegenaan zit te hikken om wel te kunnen creëren. Stel dat de financiële middelen er in één keer komen. Dit kun je ook even aan de kant zetten totdat het juiste moment in je agenda er ook voor is om het te kunnen waar kunt maken. Ben je als alleenstaande ouder aan het kijken? Kijk dan of dat het mogelijk is. Of dat je in een periode als de kinderen bijvoorbeeld bij de andere ouder is of een oppas, of dat je toch een verkortere versie van deze reis zou kunnen maken. Want het zal je wel ontzettend goed doen, want het is niet voor niets zo gesynchroniseerd dat er op die reis of die uitstapje of wat dan ook dat je iemand tegen kunt komen. Nu wil het absoluut niet zeggen over het feit dat er ook iemand hier in Nederland uit een verder land of een bepaalde reis aan het maken is, uit het buitenland hierheen gekomen en dat je dan hier in Nederland gewoon iemand gaat ontmoeten. Het zal sowieso alle mogelijkheden waar kunnen maken. Het kan ook zijn dat iemand hier geïmigreerd is of jij gaat emigreren of wat dan ook. Ik voel in ieder geval een nieuwe shift komen. Maar wat ik in het begin van de video ook al zei, dit zal echt niet met iedereen resoneren. Dus neem alleen het stukje wat voor jou fijn voelt. Ga het niet passend maken, want dan zul je de situatie en de stroming in het energetisch veld stagneren. En dat zou erg jammer zijn mocht je dus op zoek zijn naar ware liefde. Op welke manier dit dan ook in jouw leven mag komen, dan stagneer je dat en dan kan dat ook niet meer optimaal blijven stromen. Een hele bijzondere wending in deze reading, een andere reading als normaliter, vooral omdat ik toch echt wel
ja, meer voel ook over dat het stukje reizen, ware liefde. Laat vooral een berichtje of een like achter. Mocht dit aanvoelen als jouw reading. Of mocht dit zo zijn dat jij dit hebt ervaren de afgelopen periode. Kijk je deze video later. Laat dan ook weten of dat het met je resoneert. En dan wil ik jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende video. Doei doei!